Bismillah, wassalat, wassalam, ala rasulillah. De vrijdagspreek van vandaag ging eigenlijk over twee onderwerpen. Eén onderwerp is hetzelfde als van vorige week, namelijk de Koran en de situatie van de moslims. Dus hoe wordt de Koran door de moslims gepraktiseerd? Dat was het tweede deel eigenlijk. En de imam begon met een gebeurtenis, een hele recente gebeurtenis. Ik zelf heb er ook nog niet van gehoord, maar het is dus heel... heel erg recent. En dat is een aanslag die is gepleegd in Nieuw-Zeeland op moskeeën, waarbij doden zijn gevallen. De details weet ik niet. De imam noemde meerdere doden. En de imam noemde ook eigenlijk wat het standpunt van de islam is ten opzichte van geweld, mensen dingen aandoen. Hij noemde hoe moslims en hoe de islam eigenlijk zelfs in oorlogstijd omgaat met mensen die niet strijden, dus kinderen, oudere mensen, een priester of zo, bijvoorbeeld die in zijn gebedshuis aan het bidden is. Al dat soort mensen worden met rust gelaten. En ook hoe de islam staat tegenover niet-moslims, dat is een positief verhaal. Het is niet zo, dus het beeld wat vaak wordt geschetst in de media... En waarvan de imam ook heeft gezegd van dit zijn de dingen die bijdragen aan dat mensen dit soort aanslagen plegen. Hoe de islam wordt neergezet in de media. Terroristen zijn, dat ze allerlei dingen uithalen terwijl het maar een heel klein gedeelte van de moslims zijn. Maar rechtse partijen, extreemrechtse partijen en hun retoriek, dus de dingen die ze zeggen in de media, die veroorzaken wel dat sommige mensen denken van hey, eigenlijk is het helemaal niet zo erg als ik nu iets ga proberen, als ik nu verder ga en misschien ook echt een aanslag ga proberen. Iets wat in Canada is gebeurd, maar dus nu ook in Nieuw-Zeeland. Het is een soort vrijbrief, om het zo te zeggen, die wordt gegeven aan mensen met extreme gedachten. En de imam sprak zich uit tegen extreme gedachten aan beide kanten. Dus zowel de rechtsextremisten als de extremisten onder moslims, de islam is daartegen. En wat de imam ook heeft genoemd, is dat als de westerse wereld eigenlijk zijn verantwoordelijkheid niet neemt op dit soort gebieden, door dat soort mensen gewoon onder het mom van vrijheid van meningsuiting allerlei dingen mogen zeggen, dus zonder grenzen, dan gebeuren dit soort dingen en blijven dit soort dingen gebeuren. Dus er moet wel wat aan gedaan worden. En het is natuurlijk een vreselijke gebeurtenis. De imam heeft ook dua gedaan voor de mensen die zijn overleden. Dit is echt een belangrijk punt. Een ander belangrijk punt, een heel belangrijk punt, dat is het tweede deel van de khutbah. Dat ging dus over de Koran en de situatie van de moslims. Dat is eigenlijk een van de centrale, misschien zelfs het centrale probleem van de moslims in de wereld. We hebben de Koran, het boek van Allah, de oplossing voor ons in alle facetten van het leven, maar we praktiseren het niet. Dat is ons grootste probleem. En met het praktiseren daarvan komen de oplossingen, inshallah. De imam noemde een overlevering. Ik weet even niet of het een echte hadith is, maar in ieder geval dat er zullen tijden aankomen, beproevingen. En degene die vasthoudt aan de Koran zal inshallah geleid worden. Dus het vasthouden aan de Koran. En dat is niet alleen reciteren van de Koran en dat je de beloning wil voor het reciteren. Dat is allemaal goed en dat is ook de bedoeling. Maar het praktiseren in alles, in omgaan met mensen. Dus ook niet moslims. De imam noemde bijvoorbeeld het vers in de Koran dat we niet de aliha of hetgene wat niet moslims aanbidden. Het kan een standbeeld zijn of de christenen bijvoorbeeld die Jezus alayhi salam aanbidden. Die horen we niet te beschimpen of uit te schelden of wat dan ook. Dat is niet van de moslim. Want als we dat doen, dan gaan zij ook ons ook uitschelden of onze religie ook uitschelden. Het is in ieder geval niet van de manier van de moslim om dat te doen. Al met al, het praktiseren van de Koran in alle facetten van het leven, daarin zit de oplossing. En daar heeft de imam ook een aantal voorbeelden van gegeven van hoe het eigenlijk in de islamitische wereld, niet bij iedereen, maar bij veel mensen nog steeds blijft hangen. En er is een soort
schizofreen gedrag. Van ja, ik ben moslim en hij komt naar de moskee. Maar tegelijkertijd vindt hij het heel normaal om smeergeld aan te nemen. Of om dingen te doen die gewoon tegen de islam zijn. Dit was in het kort de vertaling van de preek. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.